Nog 2 dagen en dan start Serious Request hier in Heerlen. Dan worden de DJ's van 3FM opgesloten in het Glazen Huis. Maar is Heerlen er eigenlijk al klaar voor? Zijn we al klaar voor het Glazen Huis of niet? Ja, zeker. Helemaal klaar. Ja, we zijn al helemaal voorbereid. We hebben net nog even de politieke strategie doorgenomen voor de komende dagen. En het gaat beginnen, hè. Ja. En wat is dan die politieke strategie? Hoe wij ons hier gaan opstellen, waar we naartoe moeten, dat we de vluchtroutes goed in de gaten houden en zo. Hè. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Wij hadden inderdaad het idee van dat het veel groter zou zijn, maar dat lijkt op de TV lijkt alles groter. Ja, precies. Ja. Dus het is toch allemaal anders dan wat we ons van tevoren gesteld hebben. We zaten bij Van der Valk en wij dachten, we gaan hier even kijken. Ja, en wat vind je ervan tot nu toe? Nou, tot nu toe, ik kon nog niet veel gezien, maar het ziet er leuk uit. Dus, ja, afwachten. U mag natuurlijk nog niks eigenlijk zien, hè? Want er staan allemaal zwarte doeken voor. Dat snap ik, maar daar kijken we omheen. Dat komt goed. En kun je het zien of niet? Al een beetje. Een beetje, ja. Ja, want je dacht, ik kom al heel even snel naar Heerlen te kijken. Ja, even naar Heerlen even kijken gewoon. Dus, ja, ik ben wel een keer boven Holland ben ik een keer geweest, maar toen stond ik helemaal achteraan. Dus ik probeer nou wel een beetje vooraan te komen. Ja, en, hoe is het dan als je het huis zo ziet? Gewoon. Wat ik toen zag, is nu weer een beetje precies hetzelfde eigenlijk. Ja, precies. Ja, voor ons is er ook nog weinig te zien helaas, want die zwarte doeken die blijven nog wel even staan, maar vanaf vrijdag... Dan wordt hier het Glazenhuis geopend en dan hoop ik alleen op beter weer.